Ik denk dat zonder het Bigold-project waar we 6-7 jaar geleden mee gestart zijn, dit absoluut onmogelijk was geweest. Dus het talent is er altijd geweest. De financiële steun is gekomen via het Bigold-programma. Een andere topsportgerichte aanpak, continuïteit, duidelijkheid, één baas op het technische vlak. Ik denk dat dat de sleutels zijn van het succes. De mannen, daar hadden we eigenlijk in Beijing al het objectief top 8. Dat is op dit moment weer het geval. De ploeg is jong. Normaal gesproken is dit qua leeftijd een groep die zeg maar top 4 moet halen en kan halen in Rio. En nu is het top 8 en als ze het goed doen is het top 6. Ik ga ervan uit dat je zeg maar per cyclus, per Olympische cyclus, twee plaatsen kunt stijgen van 8 naar 6. Nou, bij de vrouwen is het compleet anders. Daar lag het objectief met de ploeg 2016 Rio. We hebben terecht het kwalificatietoernooi in België gewonnen. Heel goed gepresteerd op het Europese kampioenschap vorig jaar in München-Gladbach. Maar eigenlijk staat die ploeg aan het begin van een internationale carrière. Daar waar normaal gesproken de Olympische Spelen een soort eindstation is, is het voor deze ploeg het begin. En dit is gewoon plaats 11 of plaats 12 op de Olympische Spelen. En het zou fantastisch zijn als ze ergens in de pool een wedstrijd zouden winnen. En dat ze daar boven zich, of boven dat niveau zouden uitstijgen. De kracht van de Belgische vrouwenploeg is het team. Het werken voor elkaar, het knokken voor de ploeg. Dus absoluut nummer 1. De marges en de verschillen die zijn ongelooflijk klein. En we kunnen van iedereen winnen, maar we kunnen ook van iedereen verliezen. Ik denk dat we langzamerhand een eigen high performance en top hockey cultuur aan het ontwikkelen zijn. Een specifieke speelstijl die we ontwikkelen bij de U15, 16, 18, 21. Dus dat die doorgaande lijn echt goed herkenbaar is. En zover zijn we zeker nog niet. We hebben een high potential programma. Daar zitten de game changers van de toekomst zitten daar in. Dat is een apart individueel programma. En daar is de dosis creativiteit is hoog. Daar zitten geen top verdedigers in. Die moeten we maken. Als je kijkt naar onze jeugdploegen, dan is dat aanvallend hockey. Een hoge dosis creativiteit, dat zit wel in de basis van onze jeugdploegen.